Hallo en welkom bij de unboxing van het buitenspeelspel Wereldspeelplein. We merken eerst en vooral een groene insert. Ja, de doos is leeg. Is wel nogal gemaakt van zwieberig of flimsy plastic component eigenlijk, ja. Dan hebben we hier een aantal kaarten. Dus allemaal met dezelfde achterkant. En dan de voorzijde, die bevat dan bijvoorbeeld regels van een spelletje, een buitenspeelspelletje van Mexico, Italië, Frankrijk, Zuid-Korea enzovoort. Dus het is wel een mooi stapeltje kaarten. Dan hebben we hier nog een aantal, 2, 4, 6, een tiental blauwe en rode knikkers. Die ik wel even zal opendoen. Ziezo. En dan hebben we hier nog drie kleuren stoepkrijt: roze, wit en blauw. Ziezo. Dit was onze unboxing van Wereldspeelplein.